klapt gewoon in. Zorg dat je goed gevoel hebt bij de paard, dat je weet hoe je origineel wegstukwaal ligt, dat je dat aanvoelt. En het komt er eigenlijk op neer dat de fastplan ongeveer hetzelfde is als de Franse lui te doen. Het makkelijkste vind ik persoonlijk om je achterste voet los in je achterste binding te hebben staan. Je rijdt de wal aan, net zoals met je frontside uit de hoek. Zorg misschien best dat je al een keer op voorhand hebt gedaan, dat je goede feeling hebt. Eens dat je op de wal begint af te rijden, zorg dat je druk goed verdeeld staat over de twee benen. En zet de schaduwbeweging in, net zoals bij je aan de hoek. Geef dan je achterste been op terwijl je een ollie popt. En probeer je achterste voet zo snel mogelijk op de koping te zetten. Probeer dan ook gelijktijdig je boord meteen vast te pakken. Dat zorgt dat je meer stabiel staat. En dan pop je rustig terug van de wall af. Probeer je voet zo goed mogelijk terug op je boord te zetten. En gewoon chill wegrijden.